Nou, ik kijk voornamelijk weer uit naar wat er in het gezin gebeurt. Het vorige seizoen is geëindigd met dat Mees weg was. Mees is weg. Mees is weg? Ja. Dus ja, het is toch... De grote zoektocht gaat beginnen. Dus dat is wel voor Fabi een hele spannende gebeurtenis. En we zullen zien waar dat eindigt. Nou, we staan hier nu bij het huis van mij en Erik. En daar gaan wel aan tafel gaan wel wat hele spannende dingen gebeuren. Die gaan vandaag draaien, daar heb ik heel veel zin in. Dus ik hoop dat dat dan te zien gaat zijn. Ja, ik kan wel vertellen waar ik het meeste uitkijk, maar dan ben ik ook natuurlijk de boel een beetje aan het spoilen. Dus dat kan ik beter niet doen. Het is wel, wat ik heel erg knap vind van de schrijvers, is dat ze echt heel erg goed met allemaal nieuwe situaties komen die volgens mij weer net zo herkenbaar zijn als in eerdere seizoenen. En ze zorgen dat wij allemaal, dat alle personages goed bezig blijven met worstelen en weer naar boven komen. Ik mag dus niks verklappen, maar ik kijk ontzettend uit naar een nieuwe passie of een nieuwe hobby die mijn karakter heeft. Ik vind het ontzettend leuk dat mensen dat gaan zien en meemaken. Dus, ik kijk denk ik het meeste uit dit seizoen naar hoe mensen kijken naar Lieke. Want Lieke wordt best wel zelfstandig dit seizoen. En daar ben ik heel benieuwd naar, hoe mensen dat gaan oppakken. Dat ze eindelijk vertrekt uit het nest en gaat doen wat ze zelf wilt.